Mag allemaal niet meer. Verkeerde dag van jou, hoor. We gaan naar jullie onderwerp. We bewegen namelijk met z'n allen veel te weinig. Terwijl het juist een oplossing zou kunnen zijn voor zoveel van onze problemen. Daarom komen onder andere Guus Hiddink en Joop Alberda met het manifest Bewegen, het nieuwe normaal. Ja, meneer Alberda, u bent de initiatiefnemer van dit manifest. Maar we weten eigenlijk natuurlijk al best wel lang dat bewegen goed voor ons is. Dat is dus niet nieuw. Waarom nu dit manifest? Nou, we hebben in 2014 met Guus en Louis en Johan Cruijff destijds hadden we hetzelfde manifest klaarstaan om dat in Nederland te positioneren. Omdat we vinden dat er gewoon de bewegingsachterstand steeds groter wordt. Alleen het momentum was daar niet en dat is er nu wel. Sport stond stil, de scholen stonden stil, de zorg was overbelast, de werkgelegenheid nam af, de economie pompt er 100 miljard in. En onderzoek toont aan, en iedereen is er wel over eens, dat een klein beetje bewegen, dus je hoeft niet te sporten, maar een klein beetje bewegen, een geweldige wapen is, een soort medicijn is tegen welvaartsziekten en ouderdomsziekten. En als wij nu doorgaan met niet bewegen op basisscholen tot en met senioren, dan lopen we het risico dat de zorg niet meer betaalbaar is en dat we uiteindelijk weer een probleem aan de volgende generatie doorgeven. Maar meneer Hiddink, had u nu juist het idee, tenminste bij mij en mijn vriendengroep, was iedereen juist ineens door de coronatijd aan het sporten geslagen? Ja, ineens. Maar waarschijnlijk gaan ze weer stoppen als dadelijk alles geluwd is. Nou, ja. Meneer Verhagen is begonnen met sporten sinds corona. Ik kom scherp, waar is die? Hij is alleen maar aan het bewegen, die man. Maar dat is serieus. Ik vond hem in het debat en waar hij voor stond, vond ik hem heel scherp. Misschien wel scherper dan in de politiek. Dus dat komt door dat sporten. Natuurlijk. Nee, maar we hadden even vooraf een gesprekje. Toen zei hij, nou, sinds de corona ben ik weer aan het bewegen. Ja. Hij ziet er perfect uit en hij is zo scherp als een mes. Dus we moeten ervoor zorgen, kortom, dat iedereen blijft sporten. Maar hoe helpt jullie manifest daar dan bij? Nou, wij hebben gezien dat de professor Scherder onder andere ook bewezen heeft dat de immuniteit vergroot wordt. Nou, wij hebben niet het plan helemaal klaar, maar wij kunnen wel mensen proberen aan te zetten. Bijvoorbeeld, wat ik ook doe via de Johan Cruijff Stichting, help ik ook een handje af en toe, om bijvoorbeeld in buurten met coaches, of we daar linken kunnen maken met de sportverenigingen, met de buurten. Ik heb om mensen te enthousiasmeren uit mijn eigen verleden. Ik ben ooit gymleraar geweest in Doetinchem op een school, in speciaal onderwijs. Nou, als je ziet, die directeur die was een tijd vooruit. Want ik zei, je moet elke dag zorgen dat je het programma zo maakt dat de kinderen elke dag sporten, bewegen. Hij zei, gaan we doen. Dus elke dag was ik met elke klas bezig om een uur, anderhalf te sporten, te bewegen. Daarna kreeg je de respons van de leerkrachten. Die zeiden, die kinderen zijn veel meer hanteerbaar en die zijn veel meer lekker open om te leren. Ja. Ja, nou. Nee. Maar dat is prachtig, maar dat weten we natuurlijk ook al wel een tijdje, ja, toch? Ja, ik denk dat je dat juist ziet. Een van de dingen waarom wij denken dat het niet resoneert, is omdat we het eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn dat dit wel een probleem is en dat dit ook een oplossing is. Het probleem is nu eigenlijk wel helder. We hebben dit manifest gestuurd naar 5 departementen, onderwijs, VWS, onderwijs, of zorg en sport. Naar sociale zaken, economische zaken en naar onderwijs. Van VWS hebben we van meneer Van Rijn en Blokhuis ogenblikken binnen 10 uur een antwoord gekregen. We willen graag met jullie spreken. En de andere departementen sturen het door omdat onderaan de brief niet de vraag beantwoord wordt. Er staan 7 sportmensen. Dus dat moet door VWS sport opgelost worden. Daar zit een ongelooflijk klein probleem. Daar is maar 400 miljoen beschikbaar, waarvan de helft naar BTW-compensatie gaat. Dus dat gaat niet naar handen aan het bed, maar dat gaat naar overheid. Dus waar wij voor pleiten is eigenlijk dat je een soort, laat zeggen, een spies door de departementen zet en niet in de silo het probleem oplost, maar interdepartementaal. En dan vergelijken wij het eigenlijk met Rijkswaterstaat. Als het water ons bedreigt, brengen we de dijken omhoog om de infrastructuur te bewaken. De gezondheid wordt nu bedreigd. Breng die dijken omhoog, maar doe dat dus met verschillende departementen. Jullie willen een eigen ministerie zelfs van vitaliteit. Een ministerie van Rijksvitaliteit, dan weet iedereen precies wat wij bedoelen. Analoog aan Rijkswaterstaat. Dat is dus boven politiek, want dat gaat altijd door, want dat bedreigt onze samenleving. Wij kunnen niet om de 20 jaar misschien 100 miljard vrijmaken om de zaak weer draaiende te houden. En er is aantoonbaar, als je een beetje beweegt, dat dat goed is voor tegen ouderdomsziekten, dat dat goed is ook voor de sociale samenhang. Want kijk nu, wij missen sport
En het is alsof het een schilderij is wat je weggehaald hebt en je mist het op je min dat je het weghaalt. Ja, ja, dat is, ja. Ja. En dat geldt ook voor cultuur. Ja. Dat geldt ook voor het milieu. En een belangrijke reden om te gaan sporten is natuurlijk goede voorbeelden. Hè. We hebben nu een zomer helaas zonder grote sportevenementen. Hoe belangrijk is dat? Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ooit, put ik een beetje uit de oude doos. Behoorlijk jonge doos. Maar ik heb 2 seizoenen profvoetbal gespeeld in Amerika. En daar was het contractueel door de club verplicht aan ons om elke week, elke 10 dagen met een groep profs naar de high school of naar de universiteit te gaan om daar het voetbal te brengen. Dat praat ik over de jaren 70. Als je ziet, niet dat direct door ons gekomen is destijds, maar als je ziet wat de respons was, met name in het damesvoetbal in Amerika, dat heeft een enorme vlucht genomen, wat toen niet bekend was. Dus ik zeg van, in de clubs, ook Nederlandse clubs, die zouden ook een programma kunnen maken. Misschien gebeurt het al zo sporadisch, om ook naar de buurt, naar de verenigingen te gaan, om dat structureel te maken met die rolmodellen. Maar jullie zeggen dan in ieder geval wel duidelijk, door de politiek wordt het niet op de manier opgepakt waarop dat zou moeten doen. Maar zijn jullie dan van plan, jullie als sporticonen, om het dan maar zelf te gaan doen? Ons dus om met z'n tweeën de politiek in te gaan om dit voor elkaar te gaan krijgen? Nee, we hebben afgesproken, er zijn heel veel de laatste tijd experts aan tafel geweest. Dit probleem is zo complex, dat laten we aan experts. Wij zijn experts in bewegen. Ik ben met de Volleybalbond, de Voetbalbond en het NOC bezig om te kijken wat kan de sportwereld doen straks, bij wijze van spreken, in de continu roosters na 2 uur voor alle basisscholieren. Wat zou het geweldig zijn als we kinderen allemaal een goede lunch en een goed ontbijt geven, zodat ze weten wat een goede voeding is. Ja. En zo zou je andere concepten kunnen bedenken. Er zijn heel veel Lego-stenen waar mensen al wat doen. Maar enige vorm van regie op onderwijs om dit erbij in te passen is er absoluut niet. Gaan jullie dat dan doen? Nee, we gaan het aankaarten en we krijgen hopelijk een hele hoop steun. Er zijn al 3,5 miljoen mensen van verschillende bonden die ons ondersteunen. We merken dat er heel veel sympathie voor is, omdat het een soort no-brainer is. Maar is het niet toch ook een beetje een geldissue? Want je hoort natuurlijk ook heel veel verhalen van gezinnen die de contributie... Ja, ik hoor de Socialistische Partij natuurlijk al. Ja. Nee, wij zijn al, mijn collega Van Nispe is al heel lang bezig met een wet om gewoon 2 uur sport op school te krijgen. Ja. Dat is ooit namelijk een keer aan de scholen gelaten en al snel wegbezuinigd. Dan zie je juist natuurlijk weer op de scholen waar het minste geld is. Ja. Nou, weet u alles van. IJsland... Maar dat is dan... Nee, dat kan niet bij VWS, want dat is onderwijs. En bij onderwijs zeggen ze, nee, sport, dat is echt VWS. Het gewoon de kosten. Maar helpt het dan dat deze 2 mannen gaan helpen? Zeker, alle duwen helpt. Maar het helpt ook als we inderdaad die discussie van waar hoort het weglaten. Ja. Dit is een investering die we ruimschoots terugverdienen. Dus je doet het dus eigenlijk bewegen als een soort tweede medicijn naast een vaccin. En we hebben de toezegging van Rijn dat we binnenkort weer een afspraak hebben. Dat zij zeggen, de urgentie is helder. We zijn het helemaal met elkaar eens dat dit moet gebeuren. Dus het gaat gebeuren. En wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat die andere departementen mee aan tafel komen en eigenaarschap tonen. Want we willen het niet doorgeven aan de volgende generatie, zoals milieu, planeet en pensioen. Maak toch een keer een vlogje van die gesprekken. Van jullie daar met z'n tweeën, met die politici. Dat lijkt me toch leuk. Ja, dat lijkt mij geweldig. Nou, afgesproken dan. Toch? Fernando.